We zijn natuurlijk nog steeds bezig om die stad te gaan vergroenen. Bomen neerzetten in de stad, ja, dat is een lang traject. Daar hebben we en heel veel geld voor nodig samen met de gemeente, maar ook een bepaald seizoen. Toen hebben wij samen met de gemeente en met GPC om tafel gezeten en gezegd van ja, wat kunnen we nou doen om die stad toch wat gezelliger te maken in de vorm van groen of bloemen. En toen is het heel snel gegaan. Een prachtige combinatie, gemeente, Stichting Bomenstaat en een particulier, gewoon top. En dan zijn er ook nog mensen die de plantjes in de grond hebben gezet. Ja, dat zijn opstarters. Dat zijn mensen die eigenlijk willen kiezen voor dit vak in de groenvoorziening. En die hebben hier een leerproject en die hebben samen met de gemeente al die planten in de grond gezet. De bloembakken die worden door de gemeente voorzien van water. Hortensia's hebben veel water nodig. En we hebben een mail gedaan en de verantwoordelijkheid neergelegd bij de ondernemers in de binnenstad. Die stad is nou zo mooi geworden met al die hortensia's. Hou de plantjes voor je deur, hou die nat en vochtig. Maar we gaan ook nog contact opnemen met de dagloners die hierachter zitten. En we gaan ook aan hun vragen of zij er ook nog een rol in kunnen bekleden.